8 jaar geëist tegen moordenaar Els Borst. En Universiteit Utrecht zoekt jong talent. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist 8 jaar cel geëist tegen Bart van U, de moordenaar van Els Borst. Ook wil justitie dat hij TBS met dwangverpleging krijgt. Bart van U staat in Rotterdam ook terecht voor de moord op zijn zus. En in Rotterdam bij de rechtbank is ook onze verslaggever Jiri Glaap. Jiri, hoe is justitie tot die eis gekomen? Ja, het OM kon eigenlijk sinds gisteren 2 kanten op. Ofwel sterk verminderd toerekeningsvatbaar of gewoon volledig ontoerekeningsvatbaar. Ja, ze hebben gekozen voor het eerste. Sterk verminderd toerekeningsvatbaar. En dat laat dan ook ruimte voor een celstraf. En die is ook opgelegd. En dat betekent de doodslag, dat is het dus en geen moord? Ja, precies. Dat is een conclusie. Het is doodslag en geen moord. Moord kon simpelweg niet bewezen worden. Ja, Bart van U had messen op zak. Maar ja, die had hij vaker op zak. Ja, Bart van U had psychoses. Maar ja, vanuit die psychose is het niet dat je daar zomaar van uit gaat moorden. Dus moord kon niet bewezen worden. Wat heeft de officier van justitie gezegd over het feit dat het ook een politieke moord is op Els Borst? Ja, dat speelt natuurlijk ook nog. De officier vond de dood van Els Borst ook heel politiek geladen. Want het betekent dus dat politici niet de vrijheid kunnen hebben om te spreken over controversiële onderwerpen, zoals euthanasie bijvoorbeeld. Want Els Borst is nu wel om het leven gebracht vanwege haar betrokkenheid bij de wetgeving die over euthanasie gaat. Wat gaat er nu vanmiddag nog gebeuren, Jiri? Nou ja, vanmiddag houdt de advocaat van Bart van U nog haar pleidooi. En dan zijn de laatste woorden aan Bart van U zelf. Oké, dankjewel. Je blijft het voor ons volgen. Het laatste nieuws over de rechtszaak vindt u ook op onze site natuurlijk. En om 5 uur hebben we straks nog meer aandacht voor deze zaak. De gemeente Utrecht moet snel flexibele camera's inzetten om daders van autobranden op te sporen. Dat wil de VVD in de stad. Om dit soort branden te voorkomen moeten daders op heterdaad betrapt kunnen worden. Ja, dat gaat lastig als ze al weten waar de camera's hangen. Maar er is een nieuwe wetgeving aangenomen in de Eerste Kamer die het mogelijk maakt om camera's te verplaatsen. En die regels gaan op 1 juni in. De VVD hoopt dat de gemeente er dan ook snel gebruik van maakt. Je kan makkelijk inspelen als gemeente op een bepaalde wijk of buurt waar bijvoorbeeld veel overlast plaatsvindt. Waar veel zakkenrollers zijn, waar auto's veel in de brand worden gestoken. Dan kan je daar makkelijk snel die camera's neerzetten. En zodra je daders hebt opgepakt, kunnen die camera's ook weer weg. Dus het is gewoon een stukje flexibiliteit en snel ingrijpen. De gemeente zelf laat weten nog geen concrete plannen te hebben met flexibel cameratoezicht. Wel komen er beveiligingscamera's op de Amsterdamse straatweg. 8 mannen uit Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Tiel staan vandaag opnieuw voor de rechter. Ze werden vorig jaar opgepakt na een grote wapenvondst in een loods in Nieuwegein. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten te koppelen aan 3 uitgevoerde liquidaties. Waaronder die op Samir Djabli eind 2014 in Amersfoort. Justitie wil dat de mannen langer vast blijven zitten. 9 brandweerposten uit de regio gaan vanaf vandaag uitrukken bij reanimaties. Daarmee komt het totaal aantal posten van de veiligheidsregio Utrecht dat uitrukt bij reanimaties op 33. Volgens de VRU zijn er vaak situaties waarbij de brandweer eerder ter plaatse kan zijn bij een reanimatie dan een ambulance. In Breukelen zijn spandoeken opgehangen tegen de komst van een AZC naar de Merwedeweg. De omwonenden zien een grote opvang met minimaal 300 vluchtelingen niet zitten. Op een van de spandoeken is te lezen dat 50 tot 75 wel oké is. Eerder sprak de gemeenteraad van Stichtsevecht zich ook al uit voor een kleinschalige opvang. De politie heeft 5 nieuwe tips gekregen over de woningoverval in Lopikerkapel, september vorig jaar. Gisteravond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. En daarmee komt het totaal aantal tips op 6. In hun chalet werden 3 bewoners ernstig bedreigd. Eerder had ons eigen bureau Hengeveld het ook al over deze heftige zaak. Het was een zeer gewelddadige overval, hè, Sagako?
Ja, dat was het zeker, Eva. De slachtoffers in deze zaak zijn een man, een vrouw en haar zoon van 13. Die zoon van 13 heeft alles gezien. Hij zag bijvoorbeeld hoe de man een pistool op zijn hoofd gezet kreeg. Er werd door de daders afgeteld van 10 tot 1. Hij moest zeggen waar de kluis was, maar die kluis die was er helemaal niet. Die daders waren dus gewoon verkeerd geïnformeerd. Zeer angstig, vooral voor die jongen van 13. Ja, hij heeft er echt een hoop aan overgehouden. We hopen deze zaak op te kunnen lossen. We gaan het straks dus nog een keer over deze woningoverval hebben. We gaan het ook hebben over een overval op straat in Houten. Een man die wil bij een pinautomaat zijn saldo even checken. Wordt ineens vastgepakt van achteren en bedreigd. Gelukkig staat die dader heel goed op beeld. En dat geldt ook voor inbrekers in Vleuten. Die staan ook heel goed in beeld. Die moeten gewoon herkend worden. Nou, Bernard Jens van de politie Midden-Nederland, hij schuift bij mij aan. Hij heeft de details van alle zaken. En je weet het, we hopen weer op heel veel goede tips. Nou, dat hopen we zeker. Dankjewel, Sagakko. Tot straks. 100 basisscholen in Utrecht en omgeving krijgen vandaag bezoek van een professor van de Universiteit Utrecht. Ik vind het best spannend, want ik ben best benieuwd wat voor vragen ik van de kinderen ga krijgen. De professoren gingen vanmorgen vanaf het Domplein op pad naar de schoolklassen. Ze gaan de kinderen van groep 8 vandaag uitleggen hoe interessant hun vak eigenlijk is. Voor de professoren is het best een lastige klus, want ze moeten hun vakgebied natuurlijk begrijpelijk maken voor kinderen van 11 en 12 jaar oud. Ik ga een proefje doen, want ik werk natuurlijk op een laboratorium. En we gaan net doen alsof de schoolklas een laboratorium wordt. De Universiteit Utrecht bestaat dit jaar 380 jaar. En ja, ze probeert dus nu eigenlijk al vroeg nieuw talent aan te boren. Het weer tot slot. Vanmiddag blijft het droog, er is ook wat zon. Het wordt een graad of 11, 12. Vanavond ook droog. En vannacht is het dan mogelijk bewolkt met hier en daar een spatje regen. En dan wordt het 5 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met de uitgebreide uitzending. Meer ook dus over de moordzaak voor Els Borst. En ik zie u heel graag dan weer terug. Fijne dag.